Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Daar is Liam. Doe maar, papa. Die is fruit aan het eten. Heeft zich eigenlijk ook alweer uitgekleed. Sam en Jordi zijn op schooltje. We moeten om 11:45 ook alweer weg om Sammy op te halen. Het is hier een bende. Liam heeft even uitgehouden hier uit kwaadheid net. Dus er moet ook nog even opgeruimd worden. Hij kreeg zijn zin niet. Dus. Maar goed, ik ga heel even een broodje eten. Want ik heb honger. Of trek, hoe je het ook wil noemen. En dan ga ik wassen en zetten en dat soort dingen allemaal. Kino nou weer. Ben weer ergens mee ondergesmeerd. Oh, ik heb een hondje. Hondje. Nou, het zal wel van net van het krabben zijn van Liam. Maar ja, daar overleven we allemaal echt wel weer. 2/3 van de Bambix-bende hebben we alweer opgehaald. We liggen nu lekker flesje te drinken. Ze hebben ook al gegeten. Het is een kwestie van lekker een flesje doen, even luidje doen. En dan eventjes tot 2 uur uitzingen en dan Jordi ophalen. Dat is wat we moeten doen. Ik moet wel zeggen. Liam die is er eigenlijk gewoon aan toe om 3 dagen te gaan. Maar we moeten nog een week of 10 wachten. Voordat dat geëvalueerd wordt. Geëvalueerd. Dat is het. Dus en hij had net ook zijn oude juf gezien. En hij was helemaal blij om hem te zien. Want die was met vakantie. Tot vandaag weer begonnen. Dus ja. Ze zijn weer happy in de peppy. Dat is mooi. Joef niet, want Joef moet in de gang zitten. Omdat er net gegeten is. Ik ben even aan het uploaden. Liam zit even boven te spelen. Die ga ik zo halen. Want we moeten dadelijk ook weer Jordi ophalen. Ja. Dat. Ik weet even niet zoveel te melden. Oeh, ik word oud. Ik zat met mijn benen op een andere stoel. Oh. Maar goed, ja, dat. Ik ga even Liam halen. Dan ga ik even zorgen dat ze allebei te drinken hebben. En dan is het weer tijd om aan te kleden. Want meneer heeft zich eigenlijk weer uitgekleed. Hé, hey, Doen, heb je gepoept? En mee naar beneden. Ga je nog een Boomba pakken? Je hebt er weer flink wat werk van gemaakt, is niet? Doe maar 2 Boomba's pakken. Je hoeft niet alle Boomba's mee te nemen. Hé? Hey? Doe maar 2 Boomba's pakken. Geef hier. Doe maar die Boomba's meenemen. Nee, dit is genoeg. Ga eraf. Gaan we naar beneden? Nee. Je hoeft niet al je Boomba's mee te nemen, jongeman. En dat weet je. Paar zijn genoeg. Nee, je gaat niet in de douche. Kom. Je gaat met mama mee naar beneden. Mama! Wel echt heel slecht gefilmd, I know. Maar ik moet op dat moment Liam goed eventjes bij me houden. Want anders dan loopt hij alsnog over me heen. En dan gaat hij alsnog al die Boomba's pakken. Ik denk dat hij er 1 stuk of 6 in zijn bed heeft liggen. En ik vind het prima als hij alleen thuis is. Om dan zeg maar alle 6 naar beneden te hebben. Maar op het moment dat hij alle 6 naar beneden heeft, wil hij ze ook alle 6 meenemen. That's gonna be a problem. Dus ja, hè? Als je alle 6 dan ook nog mee wil nemen, dan gaat het een beetje lastig. Nou heb ik wel inmiddels hem dingen aangeleerd waardoor dat het lukt. Maar ja, hè? Liever niet als wel. Dus Niels en ik proberen. Hij mag er maximaal ongeveer 3 meenemen. Dan had hij straks geluk, want hij is stiekem naar boven gerend en is nog 2 Boomba's gaan halen. Dus hij kwam terug met nog 2 Boomba's. Dus dan had hij er hier 5 beneden liggen.
En die alle vijf moesten mee Jordi wegbrengen en Sam. En die alle vijf moesten ook mee naar de winkel. En die alle vijf moesten ook eens Sam meehalen. Dus toen hij net naar boven ging, een uurtje geleden, toen heb ik alles weer mee naar boven gesjouwd. En daarom mocht hij er net maar een paar pakken. Maar daar moet ik echt, echt strikt in zijn. Ben ik er niet strikt in en pak ik niet zijn hand vast en zeg ik niet van nee, we pakken er maar zoveel en het is nu klaar. En sleur ik hem niet mee naar beneden, dan hè. En ik moet daar opletten dat als de poortje hier open gaat, dat hij niet naar boven rent om de rest nog even te halen. Dus dat is wat Lia momenteel doet. En dan kun je zeggen, ah, maak die boomba's uit. Nee, dat snap ik. Maar logistiek werkt dat niet. Want ik moet dadelijk met twee kinderen naar buiten. Sam heeft ook twee of drie knuffels mee. Liam heeft drie knuffels mee. Ja, hey, leuk. Maar ik ben geen sjouwpaard, hè. Ik sjouw wel heel de dag met alles en iedereen hier. Ik vind het gescheten. En over gescheten gesproken. Ik heb luien van Liam net verschoond. Hij had me toch flink gescheten. Maar goed, dat is allemaal weer opgeruimd en schoon. Zo dadelijk die mormels even een broek en shirt aantrekken. Want Liam die loopt natuurlijk weer in zijn onderbroek. En ja, Jordi halen. Nou moeten ze straks nog naar binnen. Oh, ik heb even Jordi stoel gemaakt. Je ziet het. Juist. Jullie stoel was half kapot. Of ja, kapot. De touwtjes zaten niet meer goed. Dus heb ik even zitten maken. Maar hey, het is zoals het is. Maar ik moet hun daar nog weer naar binnen krijgen. Oh-oh. I'm going to have a lot of work. But I will leave, denk ik. We are home. Hij heeft super lekker gezwommen op school. Dus mama heeft weer een hoop was. En hij heeft met zijn hand klem gezeten. En nu was ik met hem naar binnen aan het lopen. En had echt zoiets van, ga die jou aan mijn hand geven? Dus ik had al zoiets van, hé, wat is dit? En hij heeft in het water gezeten. Dus daar staat hij ook onbekend dat hij dan een beetje woozy is. Dus ja, ik dacht dat daaraan lag. Maar ik heb net nog een keer geprobeerd. Het ligt wel echt aan die hand. Maar dat is niet erg. Mama lost het op. Mama regelt het. Mama zorgt dat het binnen een paar dagen over is. Oh, en die twee, die slapen nog. Thank God, het is me gelukt. Kan ik je daar even de bende op gaan ruimen? Wat Liam onder andere heeft gemaakt en wat ik in mijn keuken heb gemaakt. Dus lekker aan de slag. Nog even een avondsessie met papa en de boys. Geef me een. Niet doen, niet slaan. Je moet aaien. Lekker knuffelen. Goed zo. Ja. Wow. Goed zo. High five. Niet doen. Doe maar high five geven. High five. High five. En box. Doe maar box. Box. Yay. Yay. Goed zo. Goed zo. Wat doe je dat goed? Grote broers, hè? Lekker schommelen nog even, hè? Ze hebben ook tanden poetsen. Ja, gaan lekker wel tanden poetsen. Liam, doe eens niet. Liam, doe eens niet. Yay! Hoe laat is het? Een goeiemorgen. We hebben Sam en Jordi al naar school gebracht. Liam, die zit hier. Lekker fruit eten. Hij heeft nu appel, maar hij had ook druifjes en had een paar cashewnootjes. En, nou, hè. Dus dat. En daar gaan we eventjes aankleden. Tenminste, ik ben natuurlijk al aangekleed, maar hij trekt al zijn kleren redelijk uit. En dan gaan we even samen naar de winkel en daarna Sam gelijk ophalen. En dan
ja, is dat hoe de dag verder gaat. We zullen het wel zien. Om 2 uur moeten we Jordi ophalen. Of ja, om 2 uur moeten we weg. 2:30 is hij klaar met school. Ik wil lekker appeltje aan het eten. Goed zo. Zo is hij lekker bezig. Goed kou, hè? Ja. Dus ja. En vanavond gaan we jouw broodtrommel weer maken, hè? Want morgen ga je weer naar schooltje toe naar de juf. Ja. We waren iets te vroeg vanuit de winkel. Ik heb er alweer spijt van. Liam, kom, glijden. Boomba staat hier. Kijk, Boomba. Yay! Goed zo. Nou moet ik hem je helpen. Want daar ken ik niet zelf op. Ik weet niet hoe Niels het altijd doet, maar... Juist. Zullen we maar eens even een handje helpen. Yay! Ja, klim maar. Dat kun jij. Hey, zie je dat jij dat kan? Erop klimmen. Goed zo. Je kan dat wel, zie je? Volgens mij doet papa dat ook altijd zo met jou, dat je dat zelf mag. Timmy is opgehaald. Hi. Hi. And finally the hi. Liam zit op zijn kamer. Even te spelen. Or robot. Hi. Hi. Je bent een kwijlie, jij. Our third color is yellow. Or amarillo. Peek-a-boo. Let's see what's inside. De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond, als de bus gaat rijden. We zijn aan het wachten op jullie grote broer. Sammy is al in slaap. En wij zitten te wachten. Ja, ik ga even mijn telefoon afgeven aan hem. Zodat hij even zijn ding kan doen. We hebben Jordi opgehaald. Toen zijn Liam en Sam allebei in slaap gevallen. Sam was aan het slapen, Liam ook. Daarna, zeg maar. Maar hij is net uit zichzelf wakker geworden. En hij is niet blij. En ik heb hem nu even rustig. Ik zal laten zien wat ik heb gedaan. Je kan het als een gezicht zien. Mama nog even duwen dan. Ik heb hem in de hangmat neergelegd. Zodat hij lekker kan schommelen. Met een dekentje en zijn tablet. En hier zit Sammy. En Jordi zit daar. Als ik nu eten ga regelen voor de kinderen, dan gaat Liam het gegarandeerd verpesten voor de rest van de Bambix-bende. Dus ik moet heel even wachten tot Niels thuis is. Want dan kan Niels 1 van de 2 pakken. Of ik 1 van de 2, zodat de ander Liam kan pakken. Want als ik dat nu ga doen,
geelt hij alles bij elkaar en dan eet niemand meer. Dus dat is de bedoeling. Niels is weg. Ik ben fruit voor de hele gebeuren aan het maken. En brood. Ondertussen een appeljam meesnoepen. Maar goed, even laten zien voor wie wat ik heb gemaakt. Dit is voor Niels. Brood. Ik heb hier radijsjes, komkommer en paprika in zitten met heksenkaas. Dan heb ik voor Niels fruit. En hij neemt ook nog een banaan mee. Dus dat is voor Niels voor morgen. En ik was nog iets vergeten. Ik doe er ook altijd zo'n klein vorkje bij. Hij vindt het wel makkelijk. En ik vind het grappig. Dus dan heb je een girafje. Dan hebben we Jordi. Jordi heeft 3 boterhammen met beleg. En als reserve altijd iets van een krentenbolletje, melkbroodje, etc. Voor het feit als hij zijn fruit niet op wil eten. Dit is voor Jordi. Dit is mango en aardbeien. Jordi's favoriete combi. Daar komt geen vorkje bij, want dat doen ze allemaal op school. En dan hebben we Liam. Ik doe altijd iets van een snoepje erin. Hij heeft ook radijsjes, komkommer, paprika, boterhammen. Dit moet een kat voorstellen en een wolkje. Dan heb ik hier nog heksenkaas in zitten. Iets van een tukkie, cashewnootje en een babybelletje. En dan is dit zijn fruit. En onthoud, de kinderen hoeven het van mij niet op te eten. Hè? Ik geef altijd weer iets meer. Gingen jullie er gewoon vandoor? Waarom nou? Alweer. Ik geef altijd iets meer mee. Hij hoeft het niet op te eten. Zijn ze ook van bewust op school. Maar ja, ik vind het gewoon belangrijk dat ze genoeg hebben en dat ze absoluut geen honger hebben. Dus dat. En wat Niels opeet, ja, dat is Niels zijn probleem, niet mijn probleem. Hij krijgt het mee en dan moet maar kijken. Oh, en ik ga hier nog even opruimen. En kleding klaarleggen, de tassen klaarzetten en dan houd ik het voor gezien. Niels brengt morgenochtend Jordi en Liam weg. Dan gaat hij werken. En dan heeft hij aan het einde van de middag heeft hij een afspraak. En ik heb morgenochtend een afspraak met Sam voor observatie. En moet ik morgenmiddag Jordi en Liam ophalen. En daarna heeft Jordi fysio. Maar wij doen eens in de zoveel tijd, doen we om het voor Jordi de fysio leuk te houden, doen wij een speeltuinsessie. En dat gaat morgen gebeuren. Het is morgen nog mooi weer. En de fysio en ik zeiden eigenlijk allebei van ja, het is eigenlijk wel weer tijd daarvoor. En dan gaat ze schommelen met Jordi en ik ben er dan gewoon bij en die 2 etters zijn er dan ook bij. Stond eigenlijk gewoon met z'n 3 in de speeltuin. En het is niks ermee te maken met het feit dat ze dan op mijn kinderen let. Maar dit is gewoon voor de leuk. Gewoon voor het leuk. Dat hij ook leuke ervaringen heeft met de fysio. In plaats van altijd te moeten werken. Want dat is in Jordi's geval heel belangrijk. Dat hij ook leuke ervaringen met iemand heeft. Dus ja, dat. En aangezien hij nog heel lang met deze fysio gaat zitten, is dat gewoon belangrijk. Dus dat gaan we doen. Ik ga opruimen enzovoorts. En dan prima, einde van de dag, slapen. Een hele goede morgen. Ik ben alleen met Sam. Ja, Niels die brengt... ja, en Joef, je bent er ook bij. Ja, Joef wordt er ook bij. Joef is er ook bij. Niels die brengt Jordi en Liam weg en dan gaat hij werken. En ja, waarom dat hij dat deed, daar wil hij een keer doen. Nou ja, hey jongen, als je er tijd voor hebt, lekker doen. Maar zoals Niels al tegen mij zei, ik schop nou wel alles in de war bij jou, hè? Ja. Ja. Het is mijn ritme. Het is mijn dingetje. Dat schopt hij in de war. Dus ik ben helemaal een beetje chaotisch nu en... Ja, dat. En om 11 uur moet ik met Sam
naar een psychologe, een kinderpsychologe wel te verstaan. Zij gaat hem observeren. En ja, dan over een paar weken weten we meer. Dus dat, ja, het is zoals het is. En ik moet daar nog wel even naar de winkel. Dus ik ga daar Xem aankleden en dan gaan we even naar de winkel. We moeten even een paar dingetjes halen. En ik vind ook dat ze hem gegeten moeten hebben. Fruit en alles enzovoort. Zodat hij in ieder geval brain power heeft. Want dat is nodig natuurlijk. En ja, dat. Maar voor nu kunnen we nog even 20 minuutjes even rustig aan doen. Het is tijd. Tijd om rundergoulash te maken. Ik heb een recept van Ashley Willems. Ik heb hem al ooit eens eerder in een vlog gedeeld. Maar ja, laten we het gaan maken, want ik heb hier mijn slowcooker al, ik heb mijn snijplankje al, ik heb alles al om daarin te dumpen en aan te zetten. Dus daar ga ik mee beginnen. We beginnen met champignons, die had ik nog in de koelkast staan, zijn optioneel, moet niet, mag wel. En ik heb geen zin om ze te snijden, dus ik ga eventjes iets pakken. Kijk, ik heb zo'n handig snijding. Plooi je er gewoon op zo. En dan, tada, heb je reepjes. En dan heb je dit er al in zitten. Nou gaan we twee uien doen. Ik heb een beetje het recept naar mijn eigen hand gezet. Er staat in twee grote uien. Nou ja, twee hele grote uien gaan me niet lukken, want ik heb Jordi, dus dat is niet aan te raden. Dus ik doe het met twee beetje kleinere uien. Jordi mag alles eten in principe. Op pasta soorten en bananen, want dat stopt bij hem. Dus daar ben ik gewoon voorzichtig mee. En ui kan weer zorgen voor meer lucht in de darmen, aangezien hij nou geen botox werkend heeft in zijn kontje. Dus ja, deze snijd ik in halve ringen. Het kookt zoveel uur, dus ja, ze smelten straks zeg maar op het moment dat je ze eet. Dus je vindt ze nog wel terug en je ziet nog dat het uien zijn. En ze zijn straks gewoon heel goed gaar. En ik doe kwartringen. Je kan halve ringen doen. Je kan kleine stukjes doen. Het is maar net wat je zelf als voorkeur hebt. En ik ga altijd janken van die stomme uien. En ik voel het nu alweer. En heb je dan ook gewoon fuck de hele dag last van. Maar goed, ik wil het eten. Tada, er zijn er twee. Twee onions. Dan Jordi. Die krijgt ook problemen met zijn buik op het moment dat hij bijvoorbeeld velletjes van paprika eet, et cetera. Dus ik haal altijd paprika uit pot. Die zijn al ontveld. Ik vind het te veel werk voor mezelf om dit nog allemaal te moeten gaan doen. Het kan geen zin in. Ik weet hoe je kan ontvellen. Dus mensen, ik hoef daar geen uitleg over. Ik heb koksopleiding gedaan, dus ik weet een beetje hoe en wat natuurlijk. Maar ja, ik heb daar geen tijd voor. Ik heb daar geen zin in. En het kleine zuurtje wat hierin zit is ook nog eens lekker bij de rundergoulash. Dus ja, optioneel om het zo te doen. Je kan ook gewoon twee paprika's pakken of drie paprika's, wat je lekker vindt. En het er dan insnijden. Hoe je het wil, blokjes, reepjes, wat je zelf lekker vindt. Ik maak hier gewoon kleinere stukjes van. Deze vind je dadelijk nog wel terug, maar deze zijn wel zo zacht. En dat is helemaal niet erg, dat is alleen maar goed. Deze zijn daar zo zacht dat je, ja, gewoonweg dat het smelt op de tong.
Dus dat is helemaal goed. Helemaal prima. En dit zijn, even kijken. Ja, wat ik hier nou in doe zijn ongeveer 3 gewone paprika's. Want er zitten 2 kleintjes bij. En als je het op zoete paprika's wil maken, dan zijn dit ongeveer 3 grotere zoete paprika's. Zo. Hoppakee. En dat ziet er dan zo uit. Dan vind ik het handige van zo'n slow cooker. Je dumpt het er gewoon allemaal in. En het is na een paar uur gewoon klaar. Ik heb deze gekocht. Die was in de aanbieding. Bij de Appie. Ik heb hier 846 gram. Je kan een kilo pakken. Je kan minder pakken. Maar dan pas je het recept daar gewoon een beetje op aan. In het recept zelf staat een kilo. Maar ja, 100 gram meer of minder. Het zij zo. Ik maak mijn eigen daar niet zomaar even druk om. Ik vind, ja... Dit snij je in blokjes, zo groot, zo klein, zoals je zelf wil. Al het vlees is gesneden. Ik heb alle vetjes, et cetera, eraan laten zitten. De vetjes bedoel ik dan bijvoorbeeld die witte stukjes. Dat komt alleen maar ten goede van je vlees. Van je gerecht. De smaak zit er dan goed in, et cetera. Dus ik laat het er altijd in zitten. Maar optioneel is natuurlijk om het eraf te halen, maar... Ik vind altijd dat het echt smaak brengt aan het gerecht. Dan heb je nog meer nodig. Ik heb volgens mij al de vlekken weer in mijn shirt zitten. Maar ja. Dan heb je nog meer nodig. Een Sam die huilt. Wat is er? Mama is eten aan maken voor straks. Vind jij lekker? Lekker vleesje. Ja, voor het avondeten. Wat wil je dan? Wil je drinken? Eerst even drinken regelen. Hi. Ben je weer tevreden? Hij heeft drinken gehad. Wat er dan in gaat is... Ik gebruik nu Frito. Kan ook een blikje tomaten blokjes zijn. Kan gewoon gezeefde tomaat zijn. Wat je zelf prettig en lekker vindt. Ik pak deze. Deze had ik nog in de kast staan. Dus ik dacht, nou, laten we maar een keer opmaken. Hoppakee. Zit je nou scheet te laten? Hij is alweer vandoor. Hij denkt, ik heb mijn natje en hou doe, hè. Dus dat zit erin. Dan doe ik een groot potje tomatenpuree. Volgens mij kan je ook een klein potje doen. Maar ik pak gewoon altijd een groter potje. Ik vind dat lekkerder. Gewoon de echte tomatensmaak. Of ja, tomatenpuree smaak. Want het smaakt niet echt naar tomaten. Tomaten, ook al is het wel van tomaten gemaakt. Dat zit erin. Dan heb je... Ja, dit is laurier. Maar ik heb bijvoorbeeld allemaal van zulke blaadjes. Er staan 3 laurierblaadjes. Nou, 3 laurierblaadjes zijn meestal grote blaadjes. Dus... Ik maak er in dit geval 4,5 zo. Dus dat. Dan heb je 3 knoflookteentjes nodig. Maar ik heb nooit zin om knoflookteentjes te snijden. Dus dit is 1, 2, 3. Of het exact klopt, de afmeting. I don't know. Dit is gewoon dat. Even kijken, dan heb je een bouillonbrokje nodig. Echt waar? Ik krijg die stomme dingen nooit fatsoenlijk open, hè? Ik verkruimel deze even een beetje. Het is gewoon runderbouillon, een runderbouillonblokje. Echt waar?
Het recept vraagt om 1,5 theelepel karwaizaad. Ik heb geen karwaizaad. Ik heb het ook nog niet echt kunnen vinden. Ik ben er ook niet echt naar op zoek geweest, maar ik heb wel komijn. En in principe komt dat een beetje op hetzelfde neer. Alleen karwaizaad is sterker. En nou vind ik komijn ook gewoon lekker. Maar daar doe ik er dus 2 van in. In dit geval doe ik 1 en een beetje aan lepel aan knoflookpoeder. Ik heb hier ongeveer nog 1. Dat was ongeveer 1. En dat was sweet paprika. Ik heb hier ook nog gerookt. En daar gaat ook nog een beetje van in. Oh, lekker. Ja, ik hou daarvan. Ik hou daarvan. Zo. Daar gaat ook nog een beetje in. Dus ongeveer 1,5 theelepel. Dan kun je er zout ook nog aan toevoegen. Maar ik heb natuurlijk altijd bouillonblokje. En ik kook voor de kinderen sowieso zo zoutloos mogelijk. En wij zijn niet gewend om zout te eten. Maar ik ga er wel nog even peper in doen. En dan mijn idee was het dit. Dan ga je het even omscheppen. Zodat alles even een beetje gemengd is. Het ruikt nu al gewoon lekker, hè? Het is nu al dat je denkt, ben jij... Ja, ja. Dan is de kwestie van de deksel erop. Ik zet hem het eerste uur meestal gewoon op high. En dan gaat hij op low. En dan gaat hij tot een uur of... Ja, 4:30, zoiets, pruttelen. En het is nu, zoals jullie zien, 5 over 9. Dus ja, zo lang gaat het ongeveer pruttelen. Maar hij gaat de eerste tijd gaat hij op high, zodat de pan goed warm is. En dan ja, kan het lekker gaan gaan worden, lekker dat. En als hij dan bijna klaar is... Doe ik er nog even een potje crème fraîche doorheen. En dan is het smullen maar. We hebben vanochtend observatie gehad voor Sam. Ze zag heel veel. Ze zag dingen ook niet. Maar ze zag ook dingen weer wel. Volgende week nog een observatie. Dus ik kan er nu nog niet veel over vertellen. Het is nu inmiddels 5 uur. Ik heb er een beetje maïzena bij gedaan. Crème fraîche. En hij is klaar. De smaak is top. Ja, nu ga ik noedels maken en rijst. Noedels maak ik voor Liam en voor Sam. Want die vinden dat ook lekker. Dus dat is wat ik ga doen. Een hele goede morgen. Liam, die is al buiten aan het spelen. Het is 9 uur. Hij wilde heel graag buiten spelen. Nou ja, jongen, je gaat maar. Sam en Jordi heb ik al naar school gebracht. We zijn echt net 10 minuten thuis. 5 minuten, weet ik het. En ik ga even zitten. Maar goed, ik ga heel even relaxen. En als er iets met Liam is, komt hij me vanzelf wel melden. Liam is al buiten aan het spelen. Hij moet zo mee Sam halen. Ik heb croissantjes afgebakken voor de jongens. En daar ga ik zo dadelijk... Ja, zo. Nu ga ik Sammy ophalen met Liam samen. Ik hoop dat hij mee wil. Iemand heeft de boel opgegeven. Dat gaat nog wel worden. Dat gaat echt nog wel worden, want ik moet om 2 uur Jordi ophalen. Het is nu 1 uur. We kijken wel. En anders ga ik hem gewoon slapend in de auto zetten. Wat moet dan niet? Oké, de rust is voorbij. Hij is weer wakker.
Echt waar? Hi! Sam. Waar is er met Sam? Sam? Is niks met Sam? Hij had een scheidluier. En ik laat de kinderen niet in scheidluiers zitten. Dat is echt tegen mijn principe in. Dus dan worden de luiers gedaan. Die is van Sam, hè? Goed gedaan. Goed van jou. Hier, die is van jou. Die kwam Liam geven. Goed voor jou, grote broer. Ja, goed zo. Wat lief. Goed zo, wat lief. En dan moet allemaal op mijn net gegeven. Volle buik. Jij bent lief. Papa, papa, ja, Boomba. Sam, kijk eens, Boomba. Ja, Boomba. Goed zo. Liam heeft de knuffel bij Boomba, maar hij mag deze Boomba. Ja. Dus ja, dat. Ik vind het een heel goed idee als je van mijn buik afgaat. Hoppakee. Je mag best bij mama zitten. Jij mag erbij zitten? Jij mag erbij zitten. Ja, jij mag ook bij zitten. Nappie. Ja? Echt waar? Nou, ja, samen. Samen. Ze noemen trouwens Sam, want Sam zit in hetzelfde groepje als waar Liam afgelopen jaren zat. Ze noemen Sam ook heel vaak Liam. Klein beetje. Best grappig. Of het 100% positief is, weet ik niet, want Sam heeft een heel ander karakter dan wat Liam heeft, maar voor de rest, hè. Kinderen gaan dadelijk de douche in. En normaal doe ik ze douchen en Niels droogt ze af, et cetera. Maar nu gaat Niels alles even doen, want ik ben zwaar ongesteld. Dat dus. Maar goed, ik kreeg vaker de vraag over het bed van Jordi. Dit bed komt van Atlas Kids Tech. Ik heb hem ook al ooit eens vaker laten zien. Het is een bed met bepolstering. Hij is helemaal bekleed aan de binnenkant. Op het moment dat jij zo'n bed nodig hebt, dan gaan ze met jou rond de tafel zitten en kijken wat de bedoeling is. Onze wens was dat hij verzorgd hierop kon worden. Dus hij moest omhoog en omlaag kunnen. Hij deed ook wel eens met zijn hoofd naar de zijkant toe. Dus dit is eigenlijk, ze noemen het bepolstering, maar het is eigenlijk gewoon kussen. Dat is erop gemaakt. Hij heeft twee deuren. Dit is één deur. Dus als Jordi erin zit, dan is hij dicht. En als je hem dan open wil maken, schuif je deze weer weg. Draai je hem kwartslag, kun je hem openmaken. En aan deze kant exact hetzelfde. Dus ja. Nou was ik hem al omhoog aan het laten, want ik was het vergeten dat ik het wou laten zien. Maar ja, dit bed kan dus omhoog. Dat is nu ook de bedoeling, want ik moet daar spullen klaarleggen voor de kinderen. We doen hier dan ook altijd gelijk die andere twee bengels op verschonen. Is wel zo makkelijk. Als je het toch hebt. Hè? Maar goed, er zit dus een heel frame onder. Dat kan ik jullie zo laten zien. En met de afstandsbediening doe je het bed omhoog. Ah ja, er ligt van alles onderin. En waarom is daar? Ja, dat zijn dus dingen waar de kinderen niet aan mogen komen. Of wat we gewoon even tijdelijk hier beneden op moesten slaan. Maar goed, ja, dit is dus een Atlas Kids Tech. Het bed heeft ook een naam. Ik weet alleen even niet welke naam het heeft. Maar goed, ja, dat. Dit is eigenlijk wat de bedoeling is van dit bed. Jordi slaapt hier heel erg goed in. Het is een 90 bed bij 2 meter. Dus hij kan hier echt nog heel wat jaartjes in vertoeven. Atlas Kids Tech is hem zelf op komen zetten. En mocht het ooit zo zijn dat we dit bed willen verzetten of naar een andere kamer of wat dan ook willen verhuizen, dan moeten we Atlas Kids Tech opbellen.
En dan komen hun hem verzetten voor ons. Dus ja, dit is het bed. Ik zal hem nog even goed laten zien. Dit is het bed van Jordi. Hopelijk heb ik het een beetje oké laten zien. Dat je het een beetje snapt. Ja, dit is al een keer vaker door diegene gesteld, deze vraag. En ik vergat het iedere keer. Maar bij deze. Ja, dit is dus hoe het bed eruit ziet. Ja, ik heb hem hier altijd hangen. De afstandsbediening komen de kinderen er niet aan. Ik kan hem ook aan de andere kant hangen, maar dan valt hij nog wel eens. Dus dat is niet de bedoeling. Hier komt er even een handdoek te liggen. Voor de kinderen. En hun luier en onderbroek. En dan kunnen de kinderen zo gedoucht worden en naar bed. Nou, ik heb nog Joefke gedoucht. Daarna ben ik zelf nog in de douche gegaan. We zijn hier ondertussen ook bezig met opruimen. En ik ben broodtrommel van Liam en Jordi aan het maken. Dit is de broodtrommel van Liam. Van Jordi is gewoon brood en fruit. Ik ga zo ook nog fruit maken voor Liam. Maar ja, bij deze. Ik doe hier opruimen en alles klaarzetten. En dan ga ik mijn nest in. Dus bij deze ga ik deze ups en down afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Ook namens Manlief.